je hebt toch nog een mooie verzameling voor ons gevonden. Ja, ja, het was wel even zoeken, maar ja, uiteindelijk is het toch wel mooi als het zo bij elkaar ligt. Ja, kan je er nog wel van genieten? Ja, ik kan er heel goed van genieten. Het is wel heel lang geleden en ook dus ver weg. Dit is eigenlijk een heel ander leven. Als ik erover nadenk, en dan ja, het is een onderdeel van mijn leven geweest. Het zijn heel veel ervaringen, maar ja, ik ben zelf een heel ander mens nu dan dat ik was toen ik een topsporter was. Maar zo zat ik toen in de wedstrijd. Ik was super perfectionistisch, nam met niks anders genoegen dan alleen maar met het allerbeste. Ja, als ik er iets over zou kunnen zeggen, dan zou ik zeggen dat ik gewoon niet zo aardig en lief was voor mezelf. Dat kan je streng noemen. En dus ook niet voor de mensen om me heen. Ja. Dus ik denk dat het wel iets zegt over mij. Ik denk dat het zegt dat ik toch wel echt passie had en ook wel echt heel graag er alles voor wilde laten om, om voor dat goud te gaan. Het is ook wie ik ben natuurlijk een tijd geweest. Dus ja, zeker. Ja, waarom judo? Ja. Nou, ik wilde eerst iets heel anders, want mijn droom was om balletdanseres te worden. En dat heb ik geprobeerd, maar dat bleek niks voor mij te zijn. Ik vond het niet leuk, ik vond het veel te rechtlijnig, ik vond het veel te veel gekaderd. En mijn ouders hebben ons altijd wel, ik en mijn zussen, aangespoord om te sporten. En ik wilde heel graag, maar ik wist niet wat ik wilde doen. En mijn zus zat op judo en toen ben ik daar gewoon één keer gaan kijken. En dacht ik, nou, het ziet er wel leuk uit, ga ik proberen. En eigenlijk vanaf de dag dat ik de eerste stapjes op de judomat zette, voelde ik me eigenlijk een soort van thuis. Je zegt voor goud gaan, maar er ligt hier geen goud. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En toch, als ik terugkijk, voelen ze allemaal nu als goud. Maar als ik heel eerlijk ben, is mijn gevoel dat juist omdat ik geen goud heb gewonnen, heb ik wel goud opgehaald als mens. En ja, daar heb ik blijkbaar mijn Olympische finale voor moeten verliezen. Dus ja. Als je kampioen wil worden, dan zal je van iedereen moeten winnen. En als je in goede doen bent en het zit goed in je kop, dan kan je van iedereen winnen. Ja, want ik las ook in een interview van jou op de Olympische Spelen, ik lette even niet op. Ja. En toen was het gedaan. Zeker, ja. Ja, en het is altijd weer interessant natuurlijk van hoe ik het dan voor elkaar heb gekregen om even niet op te letten. Want er is niks anders te doen op de mat dan judoën. Dus dat zegt iets over mij natuurlijk. Als je even niet oplet, dan ben je iets anders aan het doen. En je bent iets anders aan het doen met een reden. En dat kan best wel zijn dus dat je het zo spannend vindt dat je toch even niet daar wil zijn. En dan, het is heel grappig, dan geef je het eigenlijk zelf weg. Dat lijkt dan natuurlijk ook, de tegenstander doet iets. Maar eigenlijk heb jij jezelf te danken dat je dan niet wint, want je bent er zelf niet bij. En dat zou je jezelf kunnen verwijten. Laatste aanval van de Française, Bos stapt weg. En op die manier judoot ze de partij tactisch goed uit. Edith Bos, wereldkampioen in de categorie tot 70 kilogram. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Echt zo blij. Dat ik zo graag wilde hebben. Dat is wel mooi, toch? Zeker, ja. En dat was in dit pak? Ja. Kun je dat erbij pakken voor ons? Nou ja, kijk, je kan het waarschijnlijk wel aan het pak zien. Dat is wel leuk om te laten zien. Ze hebben natuurlijk verschillende plakaten opgezeten. En een judopak is vaak oud. Het is vaak heel erg gewassen. Je kan ook zien, je moet dan elke keer opnieuw weer. Het is allemaal een beetje gelig. Elke keer opnieuw een plakkaat erop stikken. Dat doen ze trouwens bij het toernooi zelf. Dus daar ga je naartoe, dan neem je je pak mee, dat lever je in. En dan zitten er gewoon 10 mensen, zitten daar gewoon al deze dingen erop te naaien. Ja. Wel leuk, dat weten mensen vaak niet. En dit is het vergeelde pak, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, zeker. Hoe lang gaat zo'n pak mee? Want iedereen zit er natuurlijk aan te sjorren. Hoe langer die meegaat, hoe beter. Heel eerlijk, er gaat wel een stinken na een paar maanden. Want ja, je zweet elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En een wedstrijddag, ik kan je vertellen, angst, zweet ruikt echt wel. Dus
ja, het gaat steeds meer stinken. En ja, je rekt het totdat het niet meer anders kan. En het duurt ongeveer een... Nou, ik denk dat het een goed half jaar of een jaar duurt voordat een pak lekker zit. Je koopt hem of je krijgt een pak en dat schaf je aan en dan is het eigenlijk net te groot. Het moet eigenlijk net te klein zijn. En dan wordt het een soort van fijn jasje. Ik zeg nu die aanvoelde als een tweede huid, maar het is gewoon een pak van een paar kilo. Even niet bij stilstaan, dat denk je niet over na. Maar en hoe ouder, hoe smeriger, hoe beter. Hoe inspannend is zo'n wedstrijd? Ja, ik kan bijna niet uitleggen hoe inspannend dat is. Het is eigenlijk gewoon 5 minuten op je hoogste hartslag ervoor gaan. Je verzuurt tot aan je kruin, om het zo maar te zeggen. En er zit geen moment dat je echt rust kan nemen. Dus fysiek gezien is het echt een hele, hele zware belasting. Anders denk ik dan voetbal, waarbij je ook waarschijnlijk wel kilometers en kilometers rent. Maar dit is een full body workout, om het zo maar te zeggen. En dan moet je nog een paar wedstrijden per dag. Ja, dat is dan ook wel weer... Het is een voordeel, want je bent wel in 1 dag helemaal klaar. Het nadeel is dat je die dag wel goed moet zijn. Want als je geen 100% bent, dan word je geen kampioen. Ja, het zijn meerdere wedstrijden op een dag. Ja, dit is eigenlijk de echte band, zeg maar. In de judo op een gegeven moment na al die kleuren banden krijg je de zwarte band. En in mijn optiek is er maar 1 kleur band en dat is de zwarte band. En ja, elke keer als je prestaties levert en dus ook een betekenis hebt voor het judo, dan krijg je zo'n ereverdienste. En toen ik ging stoppen, kreeg ik als laatste verdienste kreeg ik de 6e dan. En vanaf de 6e dan krijg je dus, ik noem het heel oneerbiedig, het afzetlint. Want dat is het voor mij ook. Ik heb het nooit gedragen, omdat ik, ja, voor mij is judo gewoon zwarte band. En dit is dan een soort van ereband die je krijgt met dan een 6e dan erbij. Omdat je, ik denk best wel dat er veel jonge kinderen en mensen naar me gekeken hebben en ook wel bedacht hebben. En toen Anton Geesink Olympisch kampioen werd, gingen heel veel kinderen judoën. En ik denk, zeker ook van mijn generaties, zoals Mark Huizinga en de familie van de Geest en de Elmonds. En dat we best wel heel veel jongeren geïnspireerd hebben om ook lekker te gaan judoën. Dus daar, ja, dat is een soort van erkenning. Ik heb hem niet nodig, maar het is leuk.